krijgt. Ja, we hebben zojuist met de Raad een goed gesprek gehad over het programma van eisen voor een nieuw zwembad hier in Almelo. Het is een goed gesprek met de Raad geweest over de functionaliteiten van een nieuw zwembad. De meegepaardgaande investering. Hoe we nu naar de toekomst verder gaan. Dus we hebben de afspraak gemaakt, we gaan hier nog een keer met de Raad over spreken in een politiek beraad. En vervolgens gaan we naar besluitvorming toe, waarin de Raad wordt ook gevraagd om een krediet beschikbaar te stellen om het zwembad te gaan bouwen. Komt er een diep buitenbad? En dat is een onderwerp van discussie. De meningen daarover binnen de Raad zijn ook verdeeld. Er zijn mensen die zeggen, nou, wij vinden dat een diep buitenbad per definitie moet worden behouden. Er is ook een deel van de Raad die dat niet vindt, omdat daar ook kosten aan verbonden zijn. En niet zozeer de investering en daarmee de gepaardgaande kapitaallasten. Dus dat is zijn de kosten voor rente en afschrijving. Maar ook de exploitatie daarvan. Want je moet ook, op het moment dat je een diep buitenbad hebt en je hebt het open, dan moet je ook ervoor zorgen dat je daar voldoende toezicht op organiseert. Het halve diepe blijft sowieso in de situatie. Alleen het discussiepunt is, doe je er nog een diep buitenbad bij, de ja of de nee? En op dat laatste heb ik gezegd van misschien dat we ook nog een combinatie kunnen doen tussen half diep en diep. En dat gaan we nog uitwerken en doorrekenen. En wat gebeurt er met de sporthal? De sporthal die achter het zwembad staat, daarvan heeft het college gezegd. En de raad, merk ik, daar is wat draagvlak voor ook in de raad. Zou je of moeten gaan renoveren op het moment dat je een nieuw zwembad neerzet. Of je zou de sporthal kunnen slopen en integreren in een nieuw zwembad. En dat laatste, daar kiezen we voor, omdat dat even duur is als renovatie. Daarom gaat eigenlijk het hele gebied, wordt maagdelijke grond. En gaan we opnieuw beginnen met een zwembad, geïntegreerde sporthal. Een recreatief bad, al dan niet gecombineerd met een diep gedeelte. Dat zijn we dus nu nog aan het onderzoeken. Het Erasmus is inmiddels ook bekend, zal daar ook gaan vertrekken en zal naar de VMBO-campus gaan. En met AKC zijn we nog in gesprek over van, zou die daar moeten blijven zitten of niet. We gaan met de Raad nog in gesprek over een voorstel wat we nu gaan voorbereiden. Wat meer uitgewerkt is als vanavond. Vanavond hebben we eerst de eerste vingeroefeningen gedaan met elkaar van hoe zit iedereen in de wedstrijd. Dat was positief en constructief. Dus college en ik als verantwoordelijk portefeuillehouder ben blij. We kunnen vooruit en we zorgen dat we de volgende keer in gesprek gaan over een concreet voorstel met een concrete financiële onderbouwing de ronde. Die wat meer uitgewerkt is dan nu. Dan kunnen we ook hopelijk in december, zeker januari besluiten. Of kan de raad besluiten en dan gaat het beginnen.